Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video voor de laatste aflevering van seizoen 2 in F1 2021 My Team Career Mode. We gaan daar verder in Australië, ronde nummer 16 van het kampioenschap, aflevering nummer 36 alweer. Heb jij de vorige video gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was in Brazilië, daar wonnen we alweer een wedstrijd, pakten we voor het eerst een 1-2'tje voor het team. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je enkele video meer van mij mist. Australië. Dat belooft wat. Helaas hebben we een aantal updates die gefaald zijn. We hebben genoeg resourcepunten om wat onderdelen te kunnen beschermen voor de regulatieverandering die na deze wedstrijd gaat plaatsvinden. Felipe Massa, dat contract loopt af. Ik weet niet of hij doorgaat met de Braziliaan die zijn eerste podiumplek pakte in Brazilië. We staan nu ook bijna gelijk met Mercedes in het Progress History punt. Dat moeten we zien vasthouden. Even kijken naar de rijdersmarkt. Schumacher en Prost en al die andere lui zijn nog bezet, zijn nog inzetbaar. Massa is 96 rated. In Brazilië dus gewonnen. Het dubbele feest dus veroverd. Waarom Massa werd tweede. En we kunnen vandaag misschien nog de constructeurstitel pakken. Maar dan moeten wij een 1-2'tje pakken. Met dat snelste race punt. En de beide Red Bulls mogen niet finishen. Dat is het doel. En dan winnen wij de titel met 1 punt verschil. Maar ik ben bang dat het helaas niet gaat worden. Sinds de Grote Prijs van België steeds op het podium geëindigd. Dat is goed om te zien. Perez is onze rivaal. 9 overwinningen, 12 podiumplekken, 1 wereldkampioenschap, 6 snelste racerondes, 331 punten, 12 is onze gemiddelde gridpositie, 8e plek is onze gemiddelde finishpositie. En dan zijn we lekker aanbeland bij, ja, voor de laatste keer dan voor de kwalificatie. Ik verwacht er heel veel van. Ik ben ook heel benieuwd wat de Red Bulls doen. Want die auto's en Mercedes trouwens. Want daar strijden we gewoon mee in de research en development boom. Massa moet gewoon goed zijn. Hij moet er gewoon staan. Anders is het einde rol voor het wereldkampioenschap bij de constructeurs. Ik weet wel, we starten helemaal van achteraan. Waarom? Ik heb een aantal componenten laten vervangen. Dus dat wordt nog lastig om die constructeurstitel veilig te stellen. Maar je weet het maar nooit. Eerst gaan we lekker beginnen met de kwalificatie. Geen regen verwacht. Allemaal droog in Q1, 2, 3 en de race. 21 tegen 11. Perez was het dus, de rivaliteit. 1 onderdeel is helaas gefaald. Daar zag je net, heel veel componenten gaan dus worden vervangen. En dan gaan we lekker door met de kwalificatie. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1. Lekker droog hier in Australië. Dat is goed om te zien. De vorige keer pakten wij punten. Nu moeten wij gaan strijden voor de overwinning. En dit is gewoon goed om te zien. Lewis Hamilton, niet Lando Norris, mijn fout. Lewis Hamilton met de snelste tijd. Ik weet niet wat dat is. We moeten zo meteen even kijken. Wij komen nu bij het DRS gedeelte. Daar gaat de DRS open. En dan wordt onze tijd een 1.21.8 op 15e van Lewis Hamilton. Maar we kunnen er nog een run achteraan doen. 2/10 onder onze eigen tijd. Dat is goed om te zien. Beetje blokkeren aan de rechterkant, maar dat is geen probleem. Groen in sector 1, paars in sector 2. Wij naar een P4, want Massa is naar P3 gegaan. Hij staat er in één keer bij en dit is wat we moeten hebben. Wij moeten gewoon Felipe Massa hebben als rugdekking. En dat doet hij heel erg goed. En wij noteren een P2 op 1/10 van Lewis Hamilton. Zijn aanbeland bij Q2. Ik ga proberen om op die medium band te kwalificeren. Kijken of dat ook lukt. Momentje overstuur op de exit. Componenten zitten er gewoon goed bij. We starten sowieso helemaal van achteraan. Ik dacht, ja, zal ik naar buiten gaan? Zal ik binnen blijven? Ik ga toch gewoon naar buiten. Om misschien een aantal plekken te stijgen in de grid slot.
komen aan bij de DRS-zone in Q2. Tonnetje is al gaan zakken. Lando Norris met de snelste tijd. 1.20.4. En wij komen op een 1.22.2 op 1,5 seconde van Daniel Ricciardo. En dat is niet genoeg om door te kunnen komen naar Q3. Dus moet ik eruit voor een tweede run op de zachtste banden die er zijn. Een nieuw setje soft eronder geschroefd. Weer gelijk groen bij de Delta. 2/10 onder onze eigen tijd. Alleen wij moeten richting Ocon. En die laat in sector 1 27.0 noteren. Wij noteren dubbel paars in sector 1 en 2. Q2 zit er alweer bijna op. Nog ongeveer 50 seconden op de klok. En wij komen tot een P10 op een 1.20.7. Laten het liggen in sector 3. Zijn aanbeland bij Q3. Laten iedereen voorbij. Want dit wordt onze laatste run. Onze enige run in Q3. Kijken of dit ook goed genoeg is om de pole position misschien te heroveren. Dan hebben wij hem wel, maar starten we niet vanaf pole. Waarom? We gaan dus plekken achteruit. En kijken wat dit gaat worden. Dit moet een goede tijd worden. Norris naar P6, Leclerc 7, Massa op P9. Dat is niet goed. Hij moet naar voren zien te komen. En hij staat ook binnen volgens mij. Felipe Massa niet met een tweede run bezig. Wij komen bij start-finish. De vlag hangt uit hier in Australië voor de top 10 kwalificatie. Waar komen wij te staan? Dat is de vraag. Sainz naar de pole position. Zijn eerste pole van dit seizoen. Bottas mist hem op 16.000ste. Norris mist hem op 53.000ste. Verstappen mist hem op 93.000ste. En wij naar een P5 op een 10e. Felipe Massa naar P10 op 17e. Dus de top 10 zit binnen een seconde. En de top 4 zit binnen een 10e. Dit wordt nog wel close voor het wereldkampioenschap bij de constructeurs. Maar er kan van alles gaan gebeuren. Daar gaan we dan voor de laatste video in seizoen 2 in Australië. Kijken of wij ook de dubbel kunnen veiligstellen. Daar gaan we dan. It's race day here in Melbourne as we continue with what could shape up to be one of the best Australian Grand Prix's. So here we are at the Albert Park circuit, 3.3 miles around the lake with the street track making for a bumpy surface with little undulation. There are 16 corners here with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. It's race day yet again, and joining me for a chat, Anthony Davidson. Ant, our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn 1? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start, and this is possibly the trickiest part of the entire race. So many drivers in such a small space, and finding your braking point into turn 1 as well. It's a testament to the driver's skill that there aren't more incidents. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Hamilton, Charles Leclerc and Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ocon, Norris, Giovinazzi and George Russell. Gasly, they've taken a grid penalty. Stroll, Felipe Massa, and Tsunoda. Mick Schumacher, Ricciardo, Fernando Alonso, and Nikita Mazepin. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Eilert, Lundgaard, Latifi, and the Professor. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Okay, last race of the season. And we still have a chance of winning the constructors. Let's bring this home. Ja, Jeff zegt, we hebben nog kans op de constructeurstitel. Soft, medium, soft. Daar gaan we dan voor de laatste keer racen in seizoen 2. Voor carrière aflevering 36 hier in Australië. We starten op de laatste plek op P22. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Latifi.
Beter weg dan Christian Lundgaard? Nee, jammer maar helaas. Ik versprak met de regeltjes. Ze maken daar een divebomb naar de Deense coureur. En dat is P19. Alonso zit daar aan mijn binnenkant en hij is er voorbij. Hij zit een beetje opgesloten van Mazepin, maar maak hier een hele grote divebomb naar een aantal auto's. En dat is gewoon P15. Schumacher is ook te grazen genomen en dat is P14. De volgende heet dan Pierre Gasly in de Alfa Tauri. Maar dit is goed om te zien. Onze auto is gewoon de snelste die op dit moment is. Duwen Gasly een klein beetje vooruit. Hebben overtakeknop en vallen hem hier dan aan. Gasly rijdt ook op die harde banden. Wij rijden op twee compounds zachter. De auto daar net niet verloren. En dat is P13. De volgende heet dan Lance Stroll. Felipe Massa rijdt op P11. Dit is misschien wel zijn laatste wedstrijd voor ons. Want hij wordt misschien vervangen, misschien ook niet. Dat is maar net de vraag. Pierre Gasly kan hier niet terug aanvallen, want wij blokkeren hem. Dit is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 2 van de wedstrijd. Stroll is gepasseerd. George Russell is de volgende. Hebben hier betere exit dan de Brit. En dat is P11. De volgende heet dan Felipe Massa. Onze teamgenoot. Die rijdt in de punten. Valtteri Bottas zet de snelste race ronde in met een 1.24.0. En wij noteren een 1.24.2. 2/10 langzamer. DRS ingeschakeld. Momentje overstuur helaas op de exit. Maar dat is geen probleem. Lando Norris rijdt op P9. We rijden weg van George Russell, zegt Jeff. Het gat is 1,3 seconden. Daar zitten we dan bij Felipe Massa te kijken voor P10. Een drag race tussen mijn teamgenoot en mijzelf. En die strijd winnen we. Maar ik zit hier iets te ver door. En Massa pakt die plek weer terug helaas. Dat is helaas nog steeds P11. Was eigenlijk een P10, maar goed. It is what it is. Dus we moeten poging nummer 2 gaan uitvoeren. Dit keer wel perfect op onze teamgenoot Norris. En is dat Lundgaard? Die hebben het met elkaar aan de stok. Massa zit daar opgesloten. Dit is Giovinazzi trouwens. Wij kijken naar de buitenkant van de Braziliaan. Kijken ook gelijk naar Giovinazzi. Schiet hier weer te ver door. Maar die plek is wel van ons. En een nieuwe strategie is beschikbaar. Om in ronde nummer 9 naar de harde band te duiken. Massa kijkt bij Giovinazzi. Voor P10. Dit is niet genoeg om constructeurskampioen te worden. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Norris en Ocon hebben dit met elkaar aan de stok. Wij kijken hier aan de buitenkant van de Brit, maar dat lukt net niet. En we moeten even geduld hebben. Gooien onze overtakeknop aan. Norris en Ocon weer met elkaar aan de stok. Norris naar de buitenkant, Ocon naar de binnenkant. Wij zitten hier met spanning te kijken wat de twee doen. Raken een klein beetje Lando Norris, maar hebben Ocon te grazen genomen. Norris daar net niet. Jammer, maar helaas. Maar Ocon wel te grazen voor P8. Wij dus 4 punten erbij. Massa niet in de punten. En daar is dan Lando Norris gezien. Diep ingeremd, wielbengen met elkaar. En we duwen de Brit gewoon helemaal opzij. En dat is P7. Norris dus teruggezakt. Buiten de punten. Komt ook achter een Williams terecht. Het is daar ook een beetje geel, zie ik, op de minimap. En nu weer groen. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Als Carlos Sainz en Valtteri Bottas naar binnen zijn gedoken voor de harde compound. Tenminste, Bottas duikt naar de harde band. Wij duiken naar de medium band. Sainz ook naar de harde band. Dus die gaan niet meer stoppen. En ik denk, ja, met 19 rondes eraan kan je het misschien wel redden op de medium compound. We doen een andere strategie dan de rest van het veld. 2,3 seconden is de pitstop. We verliezen wat tijd omdat de versnelling niet beschikbaar was. En komen terug de baan op P14 achter Yuki Tsunoda. Die moet nog volgens mij een keer naar binnen. En Felipe Massa duikt ook ver terug. Dus ik denk dat de constructeurstitel naar Red Bull gaat.
gat naar Tsunoda is 2 seconden. Maar dat wordt alleen maar kleiner en kleiner. Daar hebben wij dan Yuki Tsunoda. En we kijken hier naar de binnenkant. Hebben we misschien een betere exit dan de Japaner? Net niet. Jammer. Maar helaas. Kijk hier dan naar die binnenkant. Diep inremmen. Laten hem mooi staan. En Tsunoda helemaal wijd gedrongen. Lundgaard, Schumacher naar binnen gedoken. Stroll, Ocon naar binnen. En wij zijn in ronde nummer 12 op een P9 beland. 2 punten erbij. Massa niet naar de punten. Die heeft helaas spijt gekregen van die dubbele pitstop. Jammer, maar helaas is ik denk niet dat Massa naar de punten gaat finishen. In zijn misschien wel laatste race voor ons. We moeten nu naar Pierre Gasly toe zien te rijden. Groen in sector 1. 15e sneller. Daar hebben wij dan Charles Leclerc. Want Gasly is veroverd. We rijden op een P5. Daar vallen wij dan aan bij Charles Leclerc. Aan die binnenkant. Heel diep geremd. Heel laat geremd. En Charles Leclerc duikt gelijk naar binnen. Denk ik voor een nieuwe neus. Jeff zegt goed gedaan. Nice move. En op. Naar Lewis Hamilton. Dat gat is 5,8 seconden. Een tiende sneller. Dan onze vorige beste tijd. Dus dat is goed om te zien. Het gat naar Gasly is 3,2 seconden. We zitten in ronde nummer 19. Nog 10 rondes eraan. En daar vallen wij dan Lewis Hamilton aan. Aan die binnenkant. Laat geremd dan de Brit. Later geremd dan de Brit. En dat is P4. De volgende heet dan Checo Perez. Oftewel Sergio Perez. In zijn Red Bull rijdt. Op P3. Massa niet naar de punten. Dit is jammer. We stappen op P2. Zit Bottas op te jagen voor die raceoverwinning. We zitten in ronde nummer 19. Nog 10 rondes eraan. Het is geel in sector 2. Er valt een McLaren stil. Dat is Daniel Ricciardo. Die finisht zijn thuiswedstrijd niet. Daar hebben wij dan Sergio Perez. Kijken mooi naar de buitenkant van de Mexicaan. En dat is P3. We rijden op een podium. In ronde nummer 20. Nog 9 rondes te gaan. En die medium band is gewoon sneller dan die harde band. Checo kan niet terugkijken voor een tegenaanval. En Ricciardo staat daar stil in sector 2. Yellow flag. Massa nog steeds niet naar de punten. Gele vlag. Gat naar Verstappen is 1,4 seconden. We kunnen weer verder racen en de banden zijn gewoon nog goed. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Dat zit wel snor. Blauwe vlaggen worden gezwaaid voor Latifi. Die moet hier aan de kant. Gaat hier mooi aan de kant op een gunstig punt. En daardoor zitten wij dichter en dichter bij Max Verstappen. Die heeft hier zometeen DRS van Valtteri Bottas. Verstappen gaat zometeen aanvallen voor de leiding. Voor de winst misschien. Maar wij zitten hier tweede rang voor dat gevecht. Overtakenknop niet beschikbaar. Nu wel beschikbaar. We kunnen alleen maar naar onze landgenoot toe rijden. En Max rijdt ook naar Valtteri toe. Nog 8 rondes te gaan. Verstappen kan alleen maar kijken. Wij remmen heel laat naar onze landgenoot toe. Maar redden het net niet. En hier zijn die Mercedes en Red Bull sneller. En wat gaat het worden? Gaat Bottas met de laatste raceoverwinning van dit seizoen er vandoor? Gaat Verstappen dat feestje verpesten? Of gaan wij dat feestje verpesten van de beide heren voor ons? Het kan allemaal gebeuren in deze laatste 8 rondes van de wedstrijd. We zitten dicht op de gearbox van Verstappen. DRS opengezet. Overtakenknop aangezet. Verstappen rijdt naar Bottas toe. Wij rijden naar Verstappen toe. Proberen daar aan te vallen aan die binnenkant. Maar Verstappen verdedigt heel scherp. En we moeten nog een ronde wachten. We zitten er wel heel dicht op. Ik zat erover na te denken om daar een aanval te wagen. Maar helaas. We gaan zometeen ronde nummer 22 alweer in. Nog 7 rondes te gaan. En hebben hier een betere exit dan Max Verstappen. Kijken hier naar de binnenkant. Pitwindow open. Voor de softbanden Verstappen. Laat remmend, maar wij hebben die plek officieel veroverd. Dat is P2 op naar Valtteri Bottas voor de leiding in de wedstrijd. En we gaan het hier gewoon proberen aan die binnenkant. Komen van heel ver. Gaan de grindbak in.
hebben een waarschuwing tegen het toucheren van Valtteri Bottas. Maar we hebben wel de leiding veroverd met die actie. Geen terugroepactie voor die positie. Waarom? We waren er al voorbij. Daarom dus. We zitten in ronde nummer 23 als Sergio Perez ons aanvalt. Maar wij duwen hem daar helemaal wijd. En Lewis Hamilton naar P2. Perez in de grindbak. Valt terug buiten het podium. We stappen naar P4. We hebben last van de banden. Want de achterkant glijdt weg. Lewis Hamilton zit er heel dicht op. Kijken wat de zesvoudig wereldkampioen kan. Sorry. Zevenvoudig wereldkampioen kan. Mijn fout. Bottas duikt naar binnen. En valt denk ik terug buiten de punten. Gaat het naar de softbanden? Voor dat snelste race-rondepunt. Dat boeit ons helemaal niks. We moeten ons focussen nu op Lewis Hamilton. Geen bandenproblemen op dit moment. Focus op het rijden. We zitten in ronde nummer 27. Als Max Verstappen aan zit te dringen voor de leiding. Momentje overstuur. En Verstappen zit te kijken. Kijk naar de buitenkant. We vallen terug aan. Lukt dat? Jazeker, want we laten hem gewoon staan. Er was geen ruimte, maar we zochten gewoon de limiet op. En dat was een touché met onze landgenoot. Maar de leiding weer heroverd. Met nog twee rondes te gaan. Momentje. Op de exit. Verstappen ziet dat. Maar wij houden de auto heel erg breed. En dit is een hele felle strijd voor de overwinning. Verstappen probeert het aan de buitenkant. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. Perez kan het niet waarmaken. Giovinazzi gaat naar het podium voor Aston Martin. Nee, Norris pakt dat af. Lando Norris naar het ereschavot. Pakt dat laatste podium van Giovinazzi af. Wij winnen de laatste wedstrijd van seizoen 1. Sluiten het seizoen in stijl af. Sorry, van seizoen 2 bedoel ik. Excuseer. Van seizoen 2, mijn fout. Seizoen 2 zit er officieel op. Perez naar het podium. Fernando Alonso keert niet meer terug in deze grote prijs. Wij krijgen Drive of the Day en het is op naar seizoen 3. Tell me, Ant, how did they manage to achieve this win? I think we'll chalk this one up to a deft touch on the brake pedal. That's allowed them to challenge down the inside into the braking zones, and ultimately, if you do that often enough, you end up winning the race. It was great to watch as well though, wasn't it? Forget strategy, forget tyre management. Who doesn't love a good old-fashioned scrap? A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus uitslag. Wij winnen dus de laatste wedstrijd in seizoen 2. Wij krijgen Drive of the Day. Perez naar P2. Lando Norris naar P3. Giovinazzi knap naar P4. Massa goed naar P6. Verstappen naar P12. Pakt dat snelste racepunt, maar geen punten. Want voor de snelste racepunten moet je in de top 10 finishen. Hamilton naar P7. Gasly naar P8, Ocon 9 en Alonso in zijn laatste wedstrijd naar P10. Wij kampioen met 97 punten achterstand op de nummer 2 Perez en wij komen 28 punten verschil. Dat is het verschil, we komen 28 punten tekort op Red Bull Racing. 28 punten, jammer maar helaas. Dus Red Bull is voor de tweede keer in deze career mode constructeurskampioen. Verstappen won de titel in seizoen 1, wij winnen de titel in seizoen 2. Twee Nederlanders staan de volgende keer als wereldkampioen op de grid. Wij dus met nummer 1. En Verstappen met nummer 33. Felipe Massa, daar nemen we afscheid mee. En dit is het dan, mensen. Dit was dus seizoen 2. Ik heb 100% genoten van deze wereldkampioenschap. We zijn gewoon kampioen bij de coureurs. Voor het eerst. Ongelooflijk. Ik wil jullie allemaal hartstikke bedanken voor de support. Deze twee seizoenen. We gaan lekker door met seizoen 3. Die komt volgende week uit. Ik kan je vast verklappen. We gaan dan verder met een nieuwe teamgenoot. Een nieuwe auto. Nieuwe sponsoren. Maar we blijven Renault trouw. Voor de motor.
Massa dumpen wij helaas, daar nemen wij afscheid van na een seizoen. Pakte een podium in Brazilië. En ik ga hierbij de video eindigen, mensen. Ik hoop dat je genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat kan verbeterd worden. Ik weet niet of dat kan, want ik zet de reacties nu meestal uit. Waarom? Ik vind dat denk ik net wat fijner. Ik weet ook niet waarom, maar ik kan ze weer aanzetten, wie weet. Volg me ook even op sociale media, mijn gebruiksnaam in de beschrijving. Dit was het journaal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in seizoen 3. Tot ziens.